Groentetelers met een bedrijf buiten de 10 kilometer zone van de brand in Moerdijk moeten een schadevergoeding krijgen. Dat vindt LTO in Den Haag. De groenten van het land mocht tot woensdag niet worden gegeten. De schade voor de groentetelers door de brand in Moerdijk behoort volgens LTO niet tot het normale bedrijfsrisico. Medewerkers van HTM schroeven met hun collega's uit Amsterdam en Rotterdam hun protesten op tegen de kabinetsplannen voor het openbaar vervoer. Ze hebben woensdagmiddag overlegd over hoe de protesten er precies gaan uitzien. In het regeerakkoord staat dat Den Haag, Amsterdam en Rotterdam het openbaar vervoer per 2012 openbaar moeten aanbesteden. De explosie in een flat in de Argostraat in Alphen aan de Rijn in december is veroorzaakt door de bewoner zelf. Hij heeft daarmee zelfmoord gepleegd. Dat heeft de politie dinsdagavond laten weten. De bewoner veroorzaakte de explosie op 6 december. Hij zou op de dag van de explosie nog afscheids-sms'jes hebben verstuurd. Bij de klap raakten twee mensen lichtgewond. De flat raakte zwaar beschadigd. Een opgezette Javaanse neushoorn van 300 kilo is woensdag naar de tweede etage in Museum Naturalis in Leiden getakeld. De neushoorn werd daar geplaatst voor een nieuwe collectie. Er zijn onder meer opgezette dieren uit de natuurhistorische collecties van de universiteiten van Wageningen, Leiden en Amsterdam te zien.